Ja, we moeten het even over de formatie hebben, vrienden. Want ja, er is nou weer van alles aan de gang. Iedereen heeft het nou ineens over, we zijn zo positief en iedereen is blij. En de Kim, die Putters, is ook, ja, die ziet het ook wel zitten in één keer een beetje. En ja, en het wachten is dan op dit moment, hè, als je aan alles hebt gelezen en hebt gehoord en geanalyseerd, dan is het wachten op Pieter Omtzigt. Daar gaat hij weer, die Omtzigt, daar is hij weer bezig. Is hij weer aan het sneaken en aan het... Gadver. En die andere, en het lijkt erop alsof die andere allemaal een beetje, die PVV, allemaal een beetje staan mee te buigen zo, voor die Omtzigt. En dan denk ik, nee, niet doen. Niks mee buigen. Niks ja en amen, want hij ziet weer zijn extra parlementaire kabinetje door te douwen en door te duwen. Dat hoor je nu al vanaf het begin. En dan is hij met allerlei trucs bezig nu. En nu zit hij dat er weer door te douwen. Terwijl die anderen dat eigenlijk helemaal niet willen. Die willen of een meerderheidskabinet of een minderheidskabinet. En weet ik veel wat. Maar die willen dat helemaal niet. En die Omtzigt wel. En die denkt, ja, jullie hebben mij nodig. En ik douw gewoon mijn eigen willetje. Het zal gebeuren zoals ik het wil. Dat. God zal me nog aan toe. En ik zeg alleen maar, doe het niet. Want stel, als hij... Ja, ik verslik me bijna. Als hij mee zou gaan met Timmermans. Stel dat hij dat zou durven. Dan is hij ten dode opgeschreven. Ja, en stel dat hij dit laat klappen. Dan is hij, en er komen nieuwe verkiezingen, ook ten dode opgeschreven. Dus je hoeft niet zo verschrikkelijk bang te zijn voor die Omtzigt. Nee, want dan is het gedaan met hem. En dat weet hij ook wel. Dus die moet zich ook veel meer aanpassen dan jullie misschien denken. Ik bedoel, ik ga niet de hele tijd maar ja en amen doen tegen Pieter. Oh jongens, alsjeblieft, niet doen!